Waar voel je dit? Linkerbeel, heel goed. Beetje naar voorkant. Oké, ga maar door. Het is een combinatie van activatie van je linkerbeelspier. En de linkerbeelspier wordt veel meer geactiveerd dan de rechterkant omdat hij je wegdraait. Het is een driedimensionale belasting en stabiliteit. Achterwaartse lunge activeert weer linkerbeelspieren, maar je moet ook anti-rotatie houden. Nou goed, hou recht, hou je bekken recht. Goed zo. Ze combineert stabiliteit, balans, coördinatie en vooral activatie linkerkant.